gaan even de bomen bekijken. We gaan even de bomen bekijken rond het huis. We gaan hier beginnen waar je binnenkomt. Deze boom is wel interessant. Dat is dus de eerste boom die je tegenkomt als je door het hek komt. Ginkgo. Ginkgo biloba. En dat is een knappe boom zoals je ziet. En die heb ik als plantje van een centimeter of 30, 40 heb ik hem gekocht. '68 toen we in Rotterdam woonden. En hij is altijd mee verhuisd en hij wilde nooit groeien. Totdat ik hem hier neergezet heb. En nu is hij uit de klauwen gewassen. En we weten inmiddels dat het een vrouwtjesboom is, want hij heeft een keer twee vruchtjes gehad. En die vruchten die stinken heel erg, maar die groeien hier niet uit, want er staat geen bestuiver. Het zijn mannelijke of vrouwelijke bomen. Dit is een hele oude boom. Het is de voorloper van de naaldbomen. En de naaldbomen zijn nog weer ouder dan de loofbomen, dus het is eigenlijk de eerste echte boom die er stond. Na de paardenstaarten die er al eerder waren. Dus dit is een leuke boom. En hij staat naast een eik en die eik die is er ook naast geplant, maar ja, die is een beetje sterk. Die moet af en toe een beetje afgezaagd worden, anders dan stoort hij de ginkgo een beetje in zijn groei. Hij kan heel goed tegen luchtvervuiling. Ze zetten hem ook in steden waar er erg veel kooldioxide in de lucht zit. Nou, dan gaan we die kant maar aan. Dan lopen we hier voor het huis langs. Dan zien we onze gasketel nog, die op het ogenblik een beetje laag staat. En dan deze boom, dat is een bellefleur. Vol afgevallen. Bellefleuren hebben altijd een prachtige kleur. Ze zeggen wel van mensen dat ze een kleur hebben als een bellefleur. Ja, ze zijn nog niet volgroeid. Ze worden nog veel mooier van kleur. Ze worden mooi goud en rood van kleur. Dit is een bellefleur die ze nou niet zo uit de klauwen gewassen nog. Er zijn er mooier. Ja. En daarnaast staat een zoete appel. Mm-hmm. Dat is de zoete ermgard. Dat is ook een heel oud ras. Ja. En dat is een droog zoet appeltje, heel bewaarbaar. Echt een ouderwets appeltje toen de mensen nog geen methode hadden om te conserveren zo'n beetje. Want hij is heel duurzaam. Nou, die bomen die hebben we in 80 geplant ongeveer. En de appeltjes die hier dus onder liggen, dat zijn ook de appeltjes van die boom? Ja, dat even zijn kijken. Die zijn wat puntig. Kijk, ik zal er wel eens een mooie uitzoeken. Kijk, hier zie je het karakteristieke model nog wat beter. Ja, dat is ook een mooie. Deze. Zie je wel? Heb je hem erop zitten? Ja. Nou, deze bomen die gebruiken we een beetje om appelmoes te maken. En we vriezen ze ook wel in. Dus het is wel lekker zoete appeltjes, kun je mooi drogen. Zullen we maar verder gaan? Dit is een boom die is favoriet bij alle mensen die langs de dijk komen. Want dat is het sterappeltje. En het sterappeltje is van vroeger heel erg bekend, omdat hij bijzonder in de smaak viel. Als ze sterappeltjes aan de dijk hebben, dan vliegen ze weg. Oh, iedereen weet sterappeltjes. Die kennen we nog van vroeger. En ze worden wel gebruikt om kerststukjes nog op te versieren, omdat het zulke prachtige appeltjes zijn. Ja. Het vlees, het vruchtvlees van die appeltjes is ook meestal rood. Dus die rode kleur zit niet alleen in de schil, maar die rode kleur zit ook in de appel zelf nog. In het wit, in het vruchtvlees. Nou, dat is de boom dus die net naast de gasketel staat. Dit is nog een stoofpeertje gezet door de vader van Jannie. Hij leunt een beetje tegen een appelboom aan. Het is hele late peertjes, oer goed om te bewaren.
Sinterklaasperen, winterjannen noemen ze ook wel. Nou, dan kun je wel nagaan in welke tijd ze klaar zijn. Hier voorbij de sterappel staan nog een paar goudrenetten. Die goudrenetten zijn in de 50e jaren, eind 40e jaren, door opa gezet, denk ik. Want we hebben nog brieven van Piet Dubbelt, dat was zijn neef, die toen in Indië zat. Bij de zuivering, bij de militaire acties van Nederland in Indonesië na de oorlog. En die heeft hem brieven geschreven hoe hij die nieuwe boompjes moest behandelen. Insmeren met vruchtboomcarboleum en andere gevaarlijke stoffen, zodat hij mooie appeltjes zou hebben. En die brief hebben we gevonden en die is uit 849. Want toen was die pollutionele actie was er in Indonesië. Maar ik heb intussen, de buren hadden een prachtig appeltje. Het was Jacques Lebel, dat was een Belgische appel. En die Belgische appel die heb ik op een zijtak van zo'n goudrenet gezet. Dus wat je hier aan appels ziet, dat zijn Jacques Lebels. Een lekkere appel. Maar je kunt ook zien dat ik hem verend heb. De plek waar ik hem verend heb, kun je ook zien. Deze stam en deze twee zijtakken, dat is allemaal goudrenet. En dan heb ik hem op deze plaats, heb ik er een stukje Jacques Lebel opgezet. En wat hier dus heen groeit, dat is allemaal Jacques Lebel. Dus hier staan twee rassen op één onderstam. Dit is allemaal goudrenet. Er was nog een heel oud appelras, een Engels Kotlin. Kotlins, dat zijn Engelse appelrassen en wij hadden een Keswick Kotlin. En daar is net de laatste boom van dood gegaan en dat vermoed ik al dat die dood zou gaan. Dus ik heb een jaar of 10 geleden een takje van de Keswick Kotlin genomen en die heb ik op een goudrenet gezet, alleen maar om het ras niet kwijt te raken. Dus hier zie je een tak. Deze tak, die zit hier verend op de onderstam. Dit takje, de rest is goudrenet, maar dit is een tak Keswick Kotlin. En die Keswick Kotlin, die kun je als appel heel makkelijk herkennen. Als je goed kijkt, dan hebben ze allemaal een klein naadje. Het is net of ze dicht genaaid zijn. Ja. Dit is het kenmerk van een kotlin. Een jaar of 10 geleden had tante Annie, mijn zuster, die had een hele leuke boom. Naast het huis was een zaailing. Iemand had een pitje weggegooid in het gemeenteplantsoen. En precies naast de garage stond een prachtig boompje. En die kreeg hartstikke lekkere appeltjes, alleen verschrikkelijk laag. Eind november of zo, dus zijn die appeltjes rijp. Maar tante Annie vond hem niet mooi, die zou hem weg laten halen. Ik heb hem net gered door er een stukje tak vanaf te halen en dat is deze boom nou. Mm-hmm. Dus bij Annie bestaat hij niet meer en ik heb hem op een onderstammetje van een sierappeltje. Ik had een onderstammetje van een sierappeltje. En daar heb ik hem op geënt. Nou, hier zie je nog weer twee van die stoofpeertjes, winterjannen. Mensen die gingen vroeger veel appelpeertjes drogen, hè, en inmaken. En dan waren die duurzame peertjes heel geschikt. Mensen aten niet veel fruit wat vers was. Die boom hier, dat is een juttepeer. Eigenlijk is dat een verbastering van jodenpeer. En die appel, die peer, die is wel lekker, maar hij toont niet. Hij heeft een dezelfde kleur ongeveer als een stoofpeer. En hij staat hier naast de stoofpeer. En de vogels hebben nog nooit ontdekt dat hij eetbaar is, omdat ze denken dat hij net zo beroerd is om te eten als die stoofpeer. Dus ze zitten hier nooit in. We hebben altijd ongeschonden jutteperen. En in 2000 was ik op een Esperanto-cursus in Rotterdam. Elke week ging ik daarheen. Rob Moerbeek gaf me les. En we spraken allerlei teksten enzovoort enzovoort. En dan kwam ik door de
in de buurt van het station van Rotterdam kwam ik door de Chinese wijk. En daar hadden ze allemaal Chinese producten. En dan kwam ik langs een winkeltje, daar hadden ze Chinese peren. Die heette nasi peren. En daar heb ik een paar van gekocht en die zaadjes gezaaid. En ik had al gauw 3 bomen in Rustenburg staan. Maar 2 daarvan, die maken, na een jaar of 5 had ik al appeltjes, had ik al peertjes. Maar 2 bomen waren erbij, die smaakten niet goed. Want je krijgt een enorme uitmendeling van eigenschappen. En er was er eentje die had goed smakende peertjes. Niet zulke grote, maar toch goed smakende peertjes. En daar heb ik dus, omdat ik hem hier ook wilde hebben, een takje van afgesneden en op de juttepeer gezet. Dus de juttepeer is besmet met Chinese peren. Geënt. Geënt, ja. Dus hij heeft, kijk, en hier zijn de Chinese peertjes. Zien er een beetje uit als appeltjes. Dus die staan op de juttepeer. Dat is wel leuk, dat je 2... Gelijkensprekend op appels. Ja, nou... Alleen de steeltjes zijn anders. Ja, maar kijk, ook het neusje is anders, zie je wel? Ja. Dit is wel een typisch peer. Ja. Nou, ze zijn wel lekker hoor, maar het is wel grappig dat we die Chinese peer behouden hebben. Dit is ook een oud ras die daar staat. Dat is notarisappel. Het is een beetje een slappe boom. Ik heb er 2 palen bij staan, want anders dan zakt die helemaal door. Zullen we daar maar naartoe lopen? Ja. Lekkere appel. Heel smakelijk. En niemand begrijpt waarom hij uit het sortiment is, waarom hij niet meer verkocht wordt in de winkels. Maar waarschijnlijk komt het doordat hij gevoelig is voor stip. Stip is dan heeft hij te weinig kalium of te weinig calcium in verhouding. De kalium-calcium verhouding is een beetje verstoord. En dan krijgt hij bruine stipjes in de vrucht. Daar hebben we hier weinig last van. Waarschijnlijk is hij daarom niet meer, wordt hij daarom niet meer verkocht. Ja, nou lijkt het me het beste dat we eigenlijk naar deze boom lopen. Deze boom is ook nog van... Die boom is ook nog van opa. Heeft hij ook in die 50e jaren neergezet. Een heel vroeg appeltje. Bijzonder slecht houdbaar. Als hij 3 dagen in het gras ligt, dan kun je hem al niet meer eten, want dan is hij al bedorven. Maar het is wel het allervroegste appeltje, zo'n beetje. Starks earliest. Dus de kweker was Staak. En het was de eerste appel, de vroegste appel van Staaks. Het is een Engels ras. Je ziet hem nooit meer. Ik heb er in het midden nog een tak op staan van koningin Emma. Dus er zitten ook 2 rassen op 1 boom. Koningin Emma, een grote grove appel. Dus er waren wel eens appels bij van een kilo gewicht. En die hebben de naam in Nederland gekregen koningin Emma. Misschien omdat koningin Emma ook zo'n hoogrode kleur had, dat weet ik niet. Maar koningin Emma was heel geliefd, hè. Koningin Emma's die gingen naar de veiling als grove moesappels. En dat zijn het ook. Maar ze komen oorspronkelijk uit Frankrijk en daar heten ze mère de ménage, de moeder van de huishouding. Ja, nou. Okay. Deze enorme perenboom die daar staat. Dat is de oudste die we hier hebben, een van de 2 oudste, dat is kruideniersperen. Die werden niet bij de kruideniers verkocht, maar dat was een ras gekweekt door de familie Kruidenier. Op Schouwen-Duiveland geloof ik, ten zuiden van Rotterdam in ieder geval. En die bomen die zijn gezet in 1889, toen de opa van Jannie het erf kocht. En die bomen doen het nog altijd best. En die geven een lading peertjes, heel vroeg al. Die zijn nu allemaal al vergaan. En die eten we zo gauw mogelijk op, want ze zijn niet bewaarbaar. En de rest die wordt opgegeten door de eenden. En als ze beginnen te rotten, dan hebben we er altijd een zwerm vlinders op. De vlinders die drinken het gistende sap van die appels. Mm. Dat is wel lollig. En ik heb een smalbladige klimop.
Die heb ik een keer uit een zaadje gekweekt, een zaadje uit Zuid-Europa. En die ene boom die hebben we maar begiftigd met de klimop. En die klimopstengels die kun je hier naar boven zien. Dus de klimop die hier nu in zit is een smalbladige niet-bonte? Ja, een smalbladige niet-bonte van zaden van een bonte. Van zaden van een bonte? Ja. En hij zit in de kruidenierspeer? Hij zit in de kruidenierspeer. Het is een ingewikkeld verhaal, maar... Nou, dat zijn de twee... We hadden er drie. Er is één omgewaaid, vroeger, jaren geleden. En deze boom, dat is een probleemgeval. Die wilde eerst helemaal niet groeien. Dat is deze boom. En dat is een zwarte moerbei. Die krijgt vruchtjes. Hele mooie, lekkere, zoete vruchtjes. Maar je kunt er verschrikkelijk mee knoeien. Want je hebt meteen overal vlekken in je kleren als je ze eet. Die boom die wilde niet groeien. Nou, ik dacht, dan kan hij hier wel staan. En plotseling heeft hij de geest gekregen. En hij groeit verschrikkelijk. Hij staat iedereen in de weg. Ja, jaren geleden, jaren heeft hij staan kwarren. En nou, plotseling, hup, gaat hij groeien. Al de laatste paar jaren. Had altijd dode takken, er zit geen dode tak meer in. Je weet niet hoe dat komt. En dit hiernaast de moerbei. Dat is de dubbele bellenfleur. Er zijn een heleboel bellenfleuren. Er zijn Brabantse bellenfleuren en kleine bellenfleuren. Bellenfleur betekent alleen maar een appel met een mooie kleur. En dit is de dubbele bellenfleur. Die wordt heel groot. Een goede appel. Een lekkere aromatische appel om te eten. Ja, maar ze zijn nog lang niet op grootte en je kunt ze pas, eind oktober, dan wordt het al wat om ze te oogsten. Het zijn dus late appels. Ze bloeien ook laat. Zo'n boom komt altijd later in blad, gaat later bloeien. Je kunt hem zo herkennen. Maar dat is dus deze. Die heb ik, deze zullen er een jaar of 15 staan, denk ik. Ja, het is een onregelmatige appel. Hij heeft altijd van die... Van die bonkerige neuzen, zeggen ze. Maar zo'n bonkerige, zo'n bobbelige, daar kun je een bellenfleur makkelijk aan herkennen. Oh ja. Ik was een keer bij mijn oom Piet, een broer van mijn vader. En die had ook altijd boompjes in de tuin en zo. En toen zei ik tegen oom Piet, heb je misschien nog een stukje enthout van een interessante appel? Toen zei hij, ik heb Groothertog van Baren. En toen kreeg ik een takje van mij en die heb ik geënt. En dat is deze moesappel. Dus een lekkere moesappel, een hele mooie moesappel is het. Je kunt er heerlijke appelmoes van maken. Maar toen kwam ik hier op een club. Op de pomologische vereniging. En dan zei ik, ik heb een Groothertog van Baren. Nee, zei ze, dat is geen Groothertog van Baren. Dat is een Groothertog van Baden. Ik had mijn oom verkeerd verstaan. Op zijn Gronings zeg je dat natuurlijk, Baren. En dat was Baden in plaats van Baren. Ik had Baren verstaan. Nou ja, hier staat nog een notenboom. Dat is geen notenboom die Jos gezaaid heeft, die hebben we gekocht. Deze boom die is van 1974. Er zit nooit zoveel noten aan, maar het is een aardige boom. Dat is een Groninger kroon. Lekker appel, gewoon. Maar verder is er niet zoveel van te vertellen. Ik heb hem een keer gekocht. Ik weet niet meer waar. Hij is ook net zo oud als de dubbele bellenfleur die hier staat. Dit is een heel oud perenras. Ja. We hadden een heel oude perenboom. Dat was de Consolier. Die is heerlijk. Maar hij is erg gevoelig voor schurft. Dat zijn die kleine plekjes die op de vruchten komen. En omdat we zagen dat hij doodging, heb ik hem laten verenten. En dit is nou de Consolier die we hier hebben. Hij heet Consolier de la Cour. Dat is een raadgever aan het hof. Het is een Franse peer natuurlijk. En hij is erg lekker als hij niet te veel te lijden heeft. Van schurft en monella rot en zo. Het is dus een kwetsbare peer. De consolier was altijd het paradepaardje omdat hij zo lekker was. Maar er waren nooit
zat nooit veel aan. Het was een beroerdeling om vruchten te geven, laten we het zo maar zeggen. Maar je ziet dat er hangen wel weer wat peren aan. Kijk, daar gaat een Atalanta, die zit nog bij de pruimpjes. Want we hebben hier nog wat pruimen in de boomgaard liggen en die gaan ook gisten. En daar komen de vlinders op af. Deze boom is ook zo'n raar geval, die met het rode blad. Dat is Judasboom. En als een Judasboom nog geen bladeren heeft op het kale hout, gaat die bloeien met prachtige paarse bloemetjes. Dit is toevallig een roodbladige soort, die had ik niet zo bedoeld, maar dat bleek later dat hij roodbladig was. Hij heeft prachtig gebloeid dit jaar. Het is een weelde aan paarse bloemetjes, gewoon die op de kale takken staan. Maar hij groeit te snel op het ogenblik. Hij begint een beetje verdringingsneigingen te krijgen. Dus misschien snoei ik hem nog een stuk in. Nou, dan hebben we hier nog een boompje. Die staat er nu voor het derde jaar. Het eerste jaar heeft hij geen vruchten gegeven. Het tweede jaar gaf hij een paar vruchtjes. En nu begint hij aan een snelle groei. En heeft hij dus geen vruchtjes gemaakt. En die hebben we gekocht omdat hij Mooi Neeltje heet. En de moeder van Jannie heet Neeltje. Het is een niet zo houdbaar peertje. Maar wel lekker. En een klein peertje met prachtige kleuren. Geel en rood. Prachtige peertjes. Ik heb er ook nog wel foto's van. En die moet ik een beetje bijsnoeien, dat hij een paar hoofdtakken krijgt. Mooi Neeltje is bekend uit 1740. Ik heb het opgezocht op de computer en hij wordt genoemd in 1740 voor het eerst. Nou, en dan zie je daar onze pronkstukken, de twee notenbomen die Jos heeft gezaaid. Jos heeft op zijn 13e twee noten in de grond gestopt. Eén van een Groningse notenboom en één uit een zakje met Californische noten. En dat zijn deze twee bomen. Jos zei, je mag er geen stamboom van maken, dat vond hij niet mooi. Het moest een struik worden. Dus ik heb zorgvuldig gezorgd dat er geen hoofdstam kwam. Nou, dat zijn nou deze twee enorme struiken. En ze zijn dus precies nu 44 jaar oud, want Jos wordt 57 en strekken 13 af, dan zijn ze 44 jaar oud. En dan kun je zien in 44 jaar wat een gigantische boom er kan worden. Er zitten nu wel weer noten aan, niet zo erg veel gelukkig, want we moeten ze allemaal rapen en verkopen. Hier staat de dode Keswick Kotlin van 1889. Nou, dat is dus een oude boom. En hij was al 10 jaar aan het sterven. Hij is nu definitief. Kijk, hier zitten lekkere peertjes aan. Dit was een stoofpeer. De hele bovenkant is stoofpeer. Maar ook de opa van Jannie, die heeft hem omgeënt. Het was een dirkjespeer en daarbovenop is stoofpeer gegroeid. En in de tijd dat wij verkering hadden, is dat tussenstukje met dirkjesperen is weer uit gaan lopen. Dus er zitten nu weer dirkjesperen aan en boven zitten stoofpeertjes. Bekende stoofperen en de Wintriaan. Of Sinterklaaspeer. En oma die droogde altijd die peertjes op een plaat bij de kachel. Boven de kachelpijp. Dus nu hebben we weer twee soorten op één boom. Maar het is een heel lekkere peer. Maar je moet hem niet te lang laten liggen. Dirkjespeer. We waren in 1989 waren we in Wijk aan Zee. Er is een natuurvriendenhuis, de Banjaard, en daar hadden we Esperanto Weekend. Het was een heel gezellig Esperanto Weekend. En toen we naar de Banjaard toe liepen, toen stond er langs het pad stonden een paar armatierige eikenboompjes. En ik ontdekte dat het de moseik was. Het is een heel mooi eikeltjes komen eraan. En die dopjes die hebben allemaal uitsteekseltjes. Mooie eiken.
Maar ze deden het niet best. Ik heb een van die eikels heb ik gepoot en dat is deze boom. Ik ben vorig jaar nog in Wijk aan Zee geweest en de ouders, de moeder of de vader van deze boom, dat zijn nog dezelfde schriele boompjes, die doen het daar zo slecht in duin. Maar deze is enorm geworden. Want ik heb gisteren geprobeerd, ik kan hem nog net omvatten met mijn handen. Dus... Kijk, ik kan er net omheen. Ja. Maar dat is toch een behoorlijke boom geworden, hè? Ja. In 30 jaar. Ja. Nou, dan hebben we daar nog een kastanje staan. Maar die behandel ik als knotkastanje. Dus op dezelfde manier als een knot ik die keer is de kastanje. Die kan hier geen grote kastanjeboom hebben, dus ik gebruik hem als knotwilg. Ik behandel hem als knotwilg. Hij zit goed in het blad. Dit is de pruimenboom, dit is Victoria, reine Victoria. Die is een beetje doorgezakt, want die had verschrikkelijk veel pruimen eraan. En die waren zo zwaar dat die boom dreigde te breken. Dus ik heb er al een heleboel takken uitgesnoeid. Ik heb ook vruchten gesnoeid, want anders dan breekt zo'n boom onder het gewicht van zijn eigen vruchten. Ze zeggen, het pochen niet zo over de smaak, maar ik vind hem wel lekker. Waarheen? Sorry hoor, ik zit even te eten. Dit is een klapspeer. Die hebben we van de buurvrouw gekregen, die wilde hem niet meer in de tuin hebben. Boven geeft hij heel goede klapsperen. Klaps favorite heette die eigenlijk, maar ze zeiden hier in Nederland altijd klapsen. En die onderste paar takken, dat is kruidenierspeer, want ik ben altijd bang dat die kruidenierspeeren daar nog eens een keer omwaaien. Dan hebben we toch nog een beetje kruidenierspeer, die hebben we hier. Maar alle peren zijn er al af. Nou, dit is onze bekende vaantjesboom, maar er is nu niks meer aan te zien. Ja, er vallen wat vruchtjes af. De zakdoekjesboom. Die heeft jaren nodig gehad om eens een keer te gaan bloeien. En die bloeit prachtig met allemaal van die kleine zakdoekachtige bloemetjes. En in het midden een bloemetje en een groot wit schutblad wat precies op een klein zakdoekje lijkt, een wit zakdoekje. Daarom heet die zakdoekjesboom of vaantjesboom, hij staat ook in de hortus. Davidia heet hij in het Latijn. En nou, hij doet het hier prachtig. Er hangen appeltjes aan. Ja, dat zijn de vruchten. Die vruchten, dat zijn bloemetjes geweest en er zit er naast dat bloemetje zit een heel groot wit schutblad. Dus die boom die zit allemaal vol met van die witte zakdoekjes. Dat is een heel mooi gezicht als hij bloeit. En hij heeft 7 jaar nodig gehad om een keer een bloemetje te vormen, maar intussen is hij zo'n 1 jaar of 20 en elk jaar bloeit hij prachtig. Ik heb je gisteren verteld over die Conseiller de la Cour, die peer met die mooie naam. En die hebben we daar opnieuw laten planten en laten enten. En dit is de oude Conseiller de la Cour. En je ziet, er zitten allemaal al insecten. Waarschijnlijk de willige houtrups die zit daarin te vreten. Maar wat leuk is aan deze boom, je kunt nog zien waar hij in 1880 ongeveer geënt is. Kijk, hier zie je een streep. En dit is dus de onderstam. En hier is hij in de tijd verend. Er zit nou een schroef in, want ik heb hier wel eens een potje pindakaas gehad voor de vogels. Maar dit is dus de boom en dit is de onderstam. Je kunt zien dat het een best sterke onderstam geweest. Ik ga hem even filmen. Kijk. Er komt een wesp uit. Blijkbaar een wesp die hier zijn nest in maakt. Boven is hij al voor een groot deel dood. En hij heeft zijn tijd gehad, want hij is in 1889 hier neergezet. Maar we hebben hem gered, het soort gered, doordat we een andere boom hebben, een jonge boom hebben. Met enthout van deze boom. Hij staat er nog. En die dode bomen die laten we hier wel staan, want we hebben spechten.
En die kunnen er mooie insecten in halen. Daar aan die kant, ik weet niet of je dat kunt zien, daar staat nog een grote dode perenboom. Dat is de Noord-Hollandse suikerpeer. Mm-hmm. Bij de buren is die ook dood. En die wordt ook helemaal opgevreten door de spechten ongeveer. En die laten we ook rustig staan. Dan wordt de tuin alleen maar gevarieerder doordat je ook doodhout hebt en zo. Die boom die je daarboven ziet, dat is een. Die heb ik gekweekt uit een walnoot uit België. Dat is de zwarte walnoot. Niet te eten. Maar deze zwarte walnoot wordt in de Verenigde Staten wel gebruikt om gewoon timmerhout. Behoorlijke boom. Ja, het is al een grote boom. Die is ook ja. Die komt uit kalmthout, een nootje uit kalmthout meegenomen. Er zijn er twee staan er trouwens. En waar is de stam nou van deze? De stam is hier achter. Helemaal daarachter. Ja. Die is bij het bij de tafel en de stoelen eigenlijk, ja, daarachter. Daarom. En die schuine die daar staat, dat is ook één. En die bestuiven elkaar, vandaar dat we noten krijgen. En dan hier op de grond, ik zal er even een oude zoeken. Kijk, hier heb ik een paar erg oude zwarte walnoten, zie je wel. Het zijn mooie, mooie decoratieve vruchten zijn. Ze hebben heel mooie lijntjes. En dit... Zo valt hij van de boom. Dus als de schil eraf valt, hou je dit over. Ja. Dit is een zaailing van een gewone walnoot. En verderop staat ook nog van de zwarte walnoot een zaailing. Ik knip ze meestal weer af hoor, want we hebben bomen zat.